Helemaal en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een video voor jullie. Namelijk een video waarin ik de 100 lagen ga doen. En ik heb één vinger al gedaan. Sorry dat heel de tijd mijn telefoon gaat. Maar ik ben hier met de, volgens mij met de 36 of 40 lagen zoiets. En ik ga maar tot de 50, want ja, anders wordt deze video veel te lang. Ik ga deze doen, maar ik was dus een video aan het opnemen. En toen stopte die ineens, uit het niets. Dus toen was ik heel erg boos op mezelf. En ja, ik ga nu dus de 100 lagen. En dan kunnen jullie het ook zien. Als ik het zo doe, dan zien jullie mijn gezicht. Maar ja. Laag 41. Laag 42. Laag 43. Oh, hij staat nog aan. Laag 44. Laag. Oh, zo dik. Laag 45. Laag 46. Laag 47. Laag 48. Laag 49. Laag 50. Woehoe! 50 lagen ziet er dus zo uit. Heel dik dus. Mm-hmm. En het hoort donker groen te zijn. Nou, niet echt donker groen, maar nu is het lichter groen. Maar nu wordt hij donkerder groen. En ja, hij gaat dus nu even opdrogen. Maar dan zet ik mijn camera weer zo. Zo. Want, pardon, ik ga even bijkletsen, want dit gaat toch even droog. Zo, pardon. Drogen, dus ja. Even, ik wil even iets zeggen. Hier staan twee balken naast mij. Hier. Ik ga dit niet tegenaan. En hier. Wacht. Hier. De telefoon gaat. Maar hier staan dus twee balken naast mij. Maar dat komt omdat ik mijn video's opneem met mijn telefoon. En dan werkt het niet zo goed, want er kwamen er balken. En ik neem dit nu op bij YouTube. Omdat ik geen zin heb om naar die andere site te gaan. Dus. Camera staat niet goed. Dus mijn statief allemaal hoor. Zo. Dus ja, daarom. Oh, het stinkt hier helemaal naar nagellak. Maar ja, daarom dus. En niet dat ik ineens denk van. Zit het op mijn broek? Nee, toch? Dag al. Niet dat ik ineens denk van. Oh my god, ik ga de balk naast zetten. Nee. Dat is gewoon omdat ik met mijn telefoon film, dus ja. En dit is deze nagellak. Ik zal hem even dicht doen. Make-up Glam Bright Nail Polish. Shine bright like a diamond. Het is nog lang niet opgedroogd. Waar zullen we het eens over hebben? Ik weet niet waar we het over zullen hebben. Ik
zit te denken, maar ik weet niet waarover. Waar zullen we het nou over hebben? Vroeger deed ik altijd, ging filmen, maar dan ging ik gewoon filmen zonder dat ik het op YouTube deed. Want vroeger was ik al en altijd een YouTube kanaal, maar ik was te jong. Ik was 14 en ik was 14. En nu ben ik niet meer te jong. Nu mag het gewoon. En dus toen zei ik, ging ik, hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ging zo dus, hoe? Joy. Ja, ging ik zo dus doen. En dat vond ik helemaal geweldig. Ik dacht, ik ben een YouTuber. Ik deed net alsof ik heel erg beroemd was. Net zo beroemd als Enzo Knol en als Joy Beautynet. En als Masha van Beauty Gloss. Masha vind ik Stova. En als Paulien Tilstra, Manon Tilstra. Welke zijn nog meer beroemd? Niet te vergeten Dionne natuurlijk, van onder die. Gio van Gio Latoy. Van YouTube kanaal Gio. Nee, snap je. Melanie Latoy natuurlijk. En verder ken ik er niet echt veel of zo. Speel met mij, die kijkt iemand die ik ken altijd. Dat is echt heel irritant. Ja, ik vind dat een beetje niet leuk. Omdat het niet van mijn leeftijd is. Ik hou meer van vloggers en van bloggers. Maar ik ben zelf een blogger. Ik weet niet, maar ik ben niet beroemd. Enzo Knol is echt het beroemdste Nederlander ever. Nee, van YouTube heb ik het dan over. En daarna Masha. Daarna. Oh, Rutger van Veurtje. En Thomas van gewoon Thomas. Of Thanks Julia Loves van Julia. En. De vriend, hoe heet die nou? Ik ben zijn naam. Hoe heet die nou? Ik ben hem echt vergeten. Iets met natuurlijk of zo. Ik weet niet. Hij heet toch Tigo? Nee, natuurlijk niet. Dom. Even denken. Ik ben het gewoon vergeten. Straks zoek ik het wel op. Na deze video. Oh ja, de stemmetjes die je hoort is buiten. We zijn er niet aan het maken. Oh, ik ben al bij de 50 dagen. Nou, 51, 62. 52. Echt dom. Oké. 52. Dus ja. Ik moet hard optellen.
Thinks Julia loves de vriend is ontiegelijk. Ontiegelijk. Of ontiegelijk. Ontiegelijk. Yes, eindelijk. Duh. Yes, ik heb hem. Ik ben zo blij. Ik ben nooit zo blij geweest dat ik weet wat voor naam het is. En zet onder in de reacties als je Harley Quinn kent. Ik vind haar zo leuk. Oh. Ik zit trouwens nu al bij de 72 lagen zo in. Zo. Echt. Oh, zoveel. Oké. Zo, ik ben toch verder gegaan naar de 100 layers. Maar ik zit nu bij de 90 hoor. Niet bij de 100. 100. Hij is zo dik. Ja, het valt allemaal in elkaar. Omdat ik natuurlijk hele goedkope naalden heb gekocht. Of niet heb gekocht, heb gekregen ooit. En ja. Volgens mij is dit kindernagellak. Dus ja. Pardon. Ja, dus daarom. Maar ja, een keertje doe ik ook wel echte grote mensen gewoon normale nagellak. Want dit zat volgens mij echt in een kindermake-up setje. Ja, daar zat dat in. Het zat in een kindermake-up setje. Ja, en dat is natuurlijk hartstikke goedkoop. Zo dacht ik van. Hundred layers! 100, jongens. Check 100 layers. Oh my god! Nou, dan hoop ik ook dat jullie deze video leuk vonden. Doe vooral jullie duimpjes omhoog en abonneer zeker even op mijn kanaal hier beneden. En dan checken jullie weer bij een gloednieuwe video. Later!